Hallo YouTube, ik ben Tom. Hey, ik ben Bram. Bram maakt Harry. We gaan verder met Survival Series. Jij praat wel zachtjes. Praat ik zachtjes? Ja, nu niet meer. Ja, waarschijnlijk stond jouw geluid gewoon heel... normaal. Spastisch. Ga niet Nanda doen. Wat heb je tegen is Nanda? Niet leuk voor haar. Wat heb jij tegen Nanda? En ze is dik, ze is lelijk. Zeg dat harder. Nou, begrijp. Denk je zus, ik ben ze hebben het over mij. Ja, ik zei dat ik beledigde je zus. Er loopt een creeper in je toren. Maak hem maar dood, het is toch cobblestone. Waar jij dadelijk meer van gaat hakken als je toch naar diamant en redstone gaat zoeken. Weet je, we kunnen wel van het hakken van de spullen kunnen we wel een kleine timelapse gaan maken. Dat we onder de grond gaan hakken. Maken we gewoon een mini timelapse van. Ik sta er bij die toren een creeper. Ik wil er niet achter komen als je staat. Ik zie wel een creeper. Ja, bedankt dat je het nu pas zegt. Ik ben gewoon level 3 hoor. Ik ga even schapen scheren. Als het goed is, is er nu een baby schaap bij. Ja, niet die. Die groeit dadelijk wel weer. In het moeras ga ik ze. In het moeras en leven schapen. Eigenlijk komt Minecraft 1.3 weer bijna uit, hè. Of vind jij dat niet bijna? Wanneer komt hij ook weer uit? 1 augustus, toch? Ergens in augustus. Oh, ergens in augustus. Dag 1 augustus. Dacht jij, dat is jij. Je denkt niet zoveel, hè? Ik denk meer dan jou. Dan denk je dus niet. Ik denk meer dan niks. Ja, je denkt aan ovens. Ik mag nog een stack maken. Jij mag mij nog een keer, twee keer. Maak dan Missy Blaas Tobias op of zo. Of schiet Tobias neer. Dat hebben we nog niet. Heb je spider eyes nodig? Hier liggen er 15 volgens mij. En ik vind dirt belangrijker dan spider eyes. Ja, echt wel. Spider eyes heb ik nodig. Kan je opeten. Wat? Huh? Kan je opeten. Nee, maar misschien met brieuwen. Ja, dus neem ze maar mee. Dirt vind ik niet belangrijk. Laten we even in de nether dadelijk gaan zoeken naar brieuw dingen. Ja, ik kan wel gedaan. Maar sloop die oude nether portal in de nether of zo. Als je nether portal in de nether sloopt, dan kan je terugkomen. Hem opbouwen. Ja, maar als je met 100 nog wat TNT sloopt. Dat werkt niet. Je moet het op dezelfde plek. Als waar het staat. Dus dat werkt niet helemaal. Dus je kan op serie nooit met TNT smoren. Wel, maar dat is heel moeilijk. Ja, stel ik krijg dat voor elkaar. Of zeg, jij. Zeg dan ik laat het in de lava vallen. Dat klinkt nog realistisch bij jou. Wat in de lava? In de TNT. Dan is er één uitweg. Dat heet lava. Oftewel, je kunt daar niet weg tenzij je in de lava valt. Kan je niet ook gewoon een nieuw nether portal in de nether maken? Hoe wou je een obsidian komen? Meenemen. Dan kan het. En, soms doen mensen dat en zetten ze een nether portal, want elke stap die je in de nether zet is 10 stappen in de normale wereld. Soms gebruiken mensen dat, die zet... Heb je nog hout? Nee. Ja. Mag ik even 2 sticks? Doe maar 2... Moet je naar mij toe komen en niet naar jou. Ja, jammer dat er een creeper in de schapenren staat. Ja, dus tp maar gewoon naar mij. TP it, Bram. Ben je van mijn goh, weet je hoe ver weg we zijn? Nee, daar is het huis, daar achter de berg. Als meneer Snuit nu gedespawned is, hè? Het is dat die enorme toren en die vuurtoren er staan, anders zou ik het niet vinden. Ik zie dat niet, ik moet hem op normal hebben. Of moet Java een keer installeren? Normal dus voor jou.
Hey, ik installeer dingen altijd, ik wacht er nooit lang mee of zo. Nee. Nee, wanneer zei je nou dat ik moest installeren? Dat was een maand geleden volgens mij. Ja, je moet hem over een maand installeren. 3 maanden heb ik hem. Ja, we wel geluk. 3 maanden, dat is wel een beetje snel, vind ik. Ja, te snel voor jou. Ik moet meer schapenrood verven. Nee, geen. Weet je, verf 2 schapen in de renrood. Dan krijgen we rode en witte schapen. En dan maken we ook nog geel. Maar die ren die gebruik ik niet. Eigenlijk moet iemand een missie opgeven. Maak alle kleuren schapen. Dat hoorden we niet. Wat hoorden we niet? Dat ik zei maak een missie blijf. Alle kleuren schapen. Blijf. Dat hoorden we niet. Waarom hoorden we dat niet? Ik hoorde het prima. Ik niet. Oh, hier hebben we nog allemaal rode schapen. Ik heb net 25 zombievoedsels een beetje opgegeten. Ja, ik heb dan een heleboel brood kwijtgeraakt. Of Ben. Meneer Snuit. Hallo meneer Snuit. Hij begroet mij, zei. Zijn ze weer aan het gras maaien? Nee, hij heeft een scooter voorbij. Nevelpanner, dat loopt niet uit. Loopt niet uit? Ja, als een auto voorbij rijdt. Nooit een nevelpanner als één auto ergens rijdt. Ik heb rode wol nodig. Dan kan ik weer naar de andere kant rijden, omdat hij daar pas weer een schaap is gegroeid. Nee, moet je naar huis komen. Thuis zijn schapen. Oké, ik tp naar jou. Nee. Wel. Nee. Dat moet ik toch doen. Oh ja, ik zie die lelijke toren. Hij is echt lelijk. Maakt wat uit, hij is nuttig. Hij geeft ons oneindig gunpowder voor het TNT-hole. Je hebt hem nog niet eens gemaakt. Nee, maar hij gaat ons oneindig gunpowder geven. Jij wilt toch gunpowder? Ja, ik maak de vuurtoren, jij maakt die toren. Nee. Ik maak die muren van de vuurtoren. Dat redstone mag jij doen. Zet er maar gewoon glowstone lamps in of zo dan. Of gewoon redstone. Of, nee, je knippen, dat is cooler. Omdat er geen disco licht. Ja, en die moet ronddraaien. Dan laat je gewoon zo'n mijnkarretje dat omheen door gaan. Ik heb daar manieren voor. Werkt dat? Wat werkt dat? Als je de hele tijd in mijn karretje mee laat draaien om het licht. Nou, waar viel ik nou weer in? Ja, het werkt als je... Maar weet je hoe hoog we zitten hier? Leuk toch? Ook beneden zitten we nog heel hoog. Hier zit ik al bijna bij de wolken. Oh ja, ik weet alweer wat ik moet doen. Maar vertel. Ik heb dirt nodig. Hoeveel dirt heb je nodig? 10. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5... Nee, 4-5 stacks bij me. Ja, en dat vond je belangrijker dan spinnen ook. Snap ik. Ik weet niet wat ik aan het graven ben, ik ben gewoon aan het graven. Jij bent echt nutteloos bezig. Nuttiger dan jij. Ik maak een vuurtop. Daarom ben ik dus niet nuttig. Seeds heb ik niet nodig. Dirt, kom bij mij. Waarom heb je meer dirt nodig? Omdat ik aan het graven ben. Maar wat? Nergens. Wat ga je met die deur doen? Dat weet ik nog niet. Wil jij het? Nee. Ik denk dat we een keer lava vol moeten maken of zo, waar we deur en zo in kunnen dumpen. Je moet een vulkaan maken, die ga je ook echt met TNT zo ontploft. Boef! Godver, ik heb een ladder tekort. Ga even hout hakken. Wat heb je? Ladder tekort. Ga even hout hakken. Jij maar, ik ben bezig. Deur te hakken. Ja, wat? Nuttiger dan wat jij doet. Vuurtoren bouwen. Op een berg. Dus? Nou, waar zetten ze vuurtorens normaal neer? Wacht, het is niet handig. Die toren van jou, die zien we al. Dus die vuurtoren hoeven niet te zien. En aan de andere kant van de berg is deze toren niet hoog genoeg. Nou, man. We vinden het nog wel. Krijgen vast die missie van die flat bouwen we wel. Of we hogen ons huis gewoon op. Hoe hoog wordt een vuurtoren normaal? Weet ik niet. Laten we gewoon tot we geen zin meer hebben. Oké, klaar. Oké, ietsje langer dan tot we geen zin meer hebben. Ik had al vanaf het begin geen zin in de vuurtoren. Toch de Tenzij Willem hem gaat bekijken.
Toch dwong ik je om de vuurtoren te bouwen. Oké, okay, heb je nog wat wiet, brood of zo? Oké, okay, ik ga 2 schapen. Ik heb 3 brood en 50 wiet. Ik ga 2 schapen rondwerven. Drie brood en 50 wiet. 2 brood en 50 wiet. Heb je nog cobblestone of dirt nodig? Want hier ligt een hele... Hier ligt een overdosis en ik kan het niet dragen. Ik heb te veel dirt. Ga je maken, piramide? Nee. Zullen we op ons TNT wat hunebed bouwen? 2 rode schapen. Meer niet. Hoeveel witte zijn er nog? 2. Oké. Okay. Dat valt je nog mee, hè? Rood met rood. En wit met ik wit. Ik eet lekker en vaccinatie. Of wat het biefstuk ook is. Wat? Stop! Je hebt meneer Snuit toch niet aangevallen? Nee! Alles goed? Wat? Ik vroeg hem of alles goed was. Geen verlichting, anders komen de monsters. Dan kan ik je opgeblazen door een creeper. Oké, er moeten meer deuren bij. Meer beveiliging. Laten we iemand inhuren die 24/7 op hem let. Ook al staat de server uit, nog steeds op hem let. Ik denk dat we meer kisten moeten hebben, Bram Tonkelaar. We gaan slapen, ik heb geen zin in dat. Jij ging echt heel Mongolisch liggen. Ja. Jij bent Mongolisch dus. Dat vind ik niet erg. Hoe dat waren we ook weer begonnen? Jij hield de tijd bij. Ik denk dat jij het bijhield. Zijn we weer. Als iemand een goede manier weet om de tijd te bekijken en zo. Alsjeblieft stuur het op. Klonk ik als Dylan? Ja. Jij. Ik denk liever niet aan zijn stem. Shredder of weet het nou. Mooi zo. Hij heeft een hele zware boerenstem. Nee, een bandietenstem. Want ik ben een Mongool en ik bouw de toren. Nee, je bent een Mongool en je bouwt lelijke dingen. Voor die vuurtoren. Heb je tegen mij? Ja. Dat is niet leuk. Niet zo spotten met Bram. Wel spotten met Bram. Ik zie mijn mooie vuurtoren? Ik ook niet. Ik zie geen mooie. Zie je mijn mooie vuurtoren? Nee, ik ook niet. Hoor je die nou kloek? Nu wel. Zo dan, heb je microfoon uitgezet? Nee, heel even, ik klikte er nog op. Je hebt je microfoon even uitgezet, hè? Ja, ik klikte er nog op. Ik hoorde net, want ik hoorde net geen ruis meer. Ja? Ja, zet hem eens uit. Je merkt echt als die uitstaat. Oké, ik zet hem nu uit. Nee. Nou ja. Hij stond nog aan. Nou, dat is mijn computer, die maakt pop herrie. Mijn computer is best stil. Ik heb gekozen voor de stille ventilator, dat ik hem ook 's nachts of zo kan aan laten staan zonder wakker te blijven. Maar daar slaap je toch gewoon doorheen? Ja, ik slaap overal doorheen. Nou dan. Het is fijner met een stiller geluid. Niet zo vervelend doen. Dat irritatieve computer mij voor een lampje dat altijd aanstaat. Weet je voor jou dat ook? Een heel zwak lampje. Die heb ik zwakker gemaakt door er een paar keer tegenaan te schoppen. Ja, maar dat is het aanknoplampje. Dat is een blauw lampje bij mij. Dat is echt vervelend. Dat is ja, bij mij... Ik heb mijn muis. Dat is, weet je wel, zo'n schijnwerpermuis. Zo'n tactical flashlight zit erop. Ja, ja. Heel ouderwets. Ja, zo'n enorme schijnwerper die niet te missen is. Ja. En... die staat s'nachts, kan die op een soort dempstand, of haal ik hem gewoon eruit. En heeft mijn computer een heel zwak oranje en een heel zwak groen lampje. En mijn toetsenbord kan nog 3 lampjes, maar die doe ik altijd uit. Ja, die kan iedereen.
Numlock, caps lock en scroll ding. Ja. Scroll lock staat er. Maar soms als je je computer afsluit bij Windows en zo, Windows 7 moet je toch ook eens update installeren. Ja. Soms duurt het heel lang, weet je wel, dan wil je gewoon slapen. Ik ben gewend, ik kan overal doorheen slapen, heb ik geen last. Ja, maar dan zie je dat lampje nog, en daar erger ik me. Bovendien upload ik s'nachts, dan heb ik mijn computer zo ingesteld dat hij klaar is met uploaden en dan zet hij zichzelf uit. Dus. Ik slaap ook behoorlijk overal. Op vakantie hadden we zo'n, weet je wel, zaten op zo'n kasteel op midden oud-paleis-ding, heuvel. En er was zo'n heel stijl wegje, was zo'n koude baan. Als die wegging hoorde je de hele tijd wiuwiuwiuwiuw. Dus dat ging ook de hele nacht door tot 1 uur of zo. Het was 7 uur 's ochtends. Ik ben de enige of zo die er niks van gemerkt had. Nee, ik ken mijn ventilator toch wel. Of de lawaaimachine 2.0. Ja, die ken ik. En daar slaap ik ook altijd doorheen. Nee. Echt. Dat kan nauwelijks. Ja, echt. Dat ding is gewoon een marteling. Nee, ik merk niet veel. Ik slaap er doorheen. Mijn konijnen vinden het minder. We hadden ook heel toepasselijke ramen op vakantie. Schietgaten. Echt? Ja. En zaten het echt de schietgaten of was het meer... Leek het erop. Het waren schietgaten, alleen nou zat er een gaasje voor mijn heen. Maar Italië toch? Ja. Ja. Mafia. Ja, eigenlijk wou ik naar Sicilië, maar nee, ga ik niet. Naar? Sicilië, dat is toch maffia ding of zo. Er is een rood. Oh. Laat maar. Oh, de rode schapen kunnen weer babytjes hebben. Ook rode baby's? Ja. Zijn er rode... Volgens mij had ik maar één schaap rood doen kleuren. Zo, de schapen zijn weer aan het voortplanten. Zelf? Zelf, hè? Oh. Dat is wel heel leuk. Wacht. Zijn we nu al 25 minuten bezig? Dat was deze aflevering. Tot de volgende keer. Abonneer, geef een reactie en doe hem zelf. Oh ja, wacht. Moeten we het wel zeggen? Bedankt. Zeg het maar. Ja, bedankt voor het kijken. Oh ja. Ja, zeg het. Bedankt voor het kijken. Ah, is moeilijk te zeggen, man. En tot de... Ja. Volgende keer. Goed zo. Is dat irritant? Ja. Heb je wel gestopt? Nee. Kijk even, stop en kijk hoe lang het duurt. Oké, dat was het.